Je hebt soms foto's met een hele kleine, scherpte diepte. Dan is het gezicht de hoogte van de ogen is wel scherp, maar verder naar achteren dan weer niet. En heel ver naar voren, als er iets voor je camera zit, dat ook weer niet. En dat is natuurlijk gewoon met een open diafragma of met een grote sensor, zoals bijvoorbeeld een middenformaatcamera. Prima te doen in de camera. Het is ook gewoon prima te simuleren in Photoshop naar de hand. We gaan om te beginnen de laag dupliceren en dat doen we met Ctrl-J. En ik zoom vervolgens even in op de gehele breedte van de foto. Wat ik nu wil, is eigenlijk gewoon uh, een stukje vaag maken. Je ziet eigenlijk al wel aan de rechterkant dat uh, de foto wat vager is. Ik weet zo even niet uit mijn hoofd welk diafragma ik gebruikt heb. Maar ik gok zo ergens dat het rond de 5,6 of de 8 ligt. Dus wacht, we kunnen stiekem eigenlijk wel even snel kijken. Camera gegevens. Nou, dit is met een 70-200 gemaakt op 115 mm met een diafragma van 8. Had ik op bijvoorbeeld 4.0 gefotografeerd, dan had ik al een veel grotere scherpte diepte dan dat ik nu heb. Maar die gaan we dus een stukje simuleren. En dat doen we door eigenlijk eerst de foto helemaal vaag te maken. En dat doe ik bij filter vervagen, in dit geval gaussiaans vervagen. Ik vind dit hiervoor beter geschikt dan oppervlakte vervagen. Hoewel oppervlakte vervagen eigenlijk een mooier filter is. Maar voor dit is gaussiaans vervagen een stuk beter. Welke straal moet je hier nemen? De straal bepaalt de mate van vervaging. En welke je moet nemen, dat kan ik je eigenlijk niet zeggen. Dat ligt er ook aan hoe groot je foto origineel is. Heb je nou een foto met heel veel pixels, dan moet je waarschijnlijk een hoge straal hebben. En heb je een foto van 1000 pixels breed, dan zit je al een stuk lager. Dus dat komt een stukje op een gevoel aan. En ik ga gewoon eens kijken wat er mooi is. Dit vind ik op zich wel goed. En ik klik op oké. OK. Je ziet dat mijn gezicht nu ook vaag is en dat is toch weer niet de bedoeling, want ik hou mijn model graag herkenbaar. Ik zoom weer uit naar ware grootte en ik ga met een masker ga ik dit in orde maken. Als ik het masker heb aangemaakt, dan hoef ik nu alleen nog maar een verloper overheen te trekken en dat doe ik hier bij het emmertje. En in eerste instantie heb je daar misschien een emmertje staan, maar hou je de knop wat langer ingedrukt, dan heb je daar ook de optie verloop. En we gaan een mooi filter maken. En hierbovenin zie je al het verloop wat ik heb samengesteld. Als ik daarop klik, dan krijg je het volgende venster voor je. En standaard genomen zal die hierop staan. Het is een verloop van zwart naar wit. En zoals je weet, in een laagmasker werkt het zo dat waar het wit is, is, het, is de laag actief. En waar het zwart is, is die niet actief. Ik moet dus een verloop gaan creëren van wit naar zwart en weer naar wit. Doe je op zich heel eenvoudig door hieronder op de slider te gaan staan en dan zie je daar al wat opties. En je kiest als kleur, kies je wit. En vervolgens maak je een nieuwe slider aan door ergens onderaan in de balk te klikken. Je klikt erop en ik maak hem zwart. Nou, staat deze niet in het midden, maar dat is vrij eenvoudig gedaan door gewoon met locatie 50 in te vullen. En de rechterkant was al wit, dus dat zal ook zo blijven. En klik ik nou op oké, OK, dan zie je hoe ik bovenin dat verloop heb gecreëerd. En nu ga ik dus mijn masker maken met dit verloop. En ik begin gewoon heel simpel is: diagonaal een lijn te trekken. Let erop dat ik hem wel gelijk hou met de ogen. En op zich zit ik zo al uh, vrij goed. Alleen ik vind het nog wat te extreem. En achterin, rechts achterin, maakt die extremiteit niet zoveel uit, maar hier. Links onderin valt het toch eigenlijk wel een beetje op. Nou, dat ga ik ook nog gewoon een keer oplossen. Ik kan om te beginnen alles zeggen van ik zet de dekking wat lager, dat het wat natuurlijker oogt. En nu ga ik het groeperen in een nieuwe groep. En het voordeel is, daar kan ik natuurlijk gewoon een tweede masker op leggen. En vervolgens kan ik met een kwast gaan zitten borstelen over wat ik wil. En dat doe ik niet op een dekking van 100%, want dan zet ik het meteen uit. Maar dat doe ik bijvoorbeeld met een dekking van ergens rond de 30%. En ik ga gewoon zachtjes aan zitten schilderen. Tot wat ik mooi vind. En je ziet in mijn masker al dat het niet helemaal zwart is. Dat de eerste strook gewoon lichtgrijs is. Verf ik er nog een keer overheen, dan wordt die wat donkerder. En zo kan ik het effect langzaamaan gedeeltelijk aan en uit gaan zetten. En krijg ik dus al een effect van meer scherpte, diepte. Eventueel kan ik de dekking weer wat hoger zetten. En je ziet op zich wat het effect is. Nu is dit vrij sumier gedaan. Um, ga je het veel extremer doen met gaussiaans met vervagen, dan wordt dat effect natuurlijk nog veel krachtiger. Maar ik vind het op zich niet erg om een effect te simuleren of om het te versterken. Maar ik wil wel altijd een klein beetje een natuurlijke feeling houden. Laat ik je deze foto zo op zich zien. Dan zul je zeggen van nou die is op diafragma 4 gemaakt bijvoorbeeld. En dit zal veel eerder op 8 zetten. Um, ga je echt uh, extreem. Qua vervaging, dan zul je zoiets hebben van ja. Dit moet met diafragma uh, een half gemaakt zijn. En dat is gewoon niet reëel. Dat zit er niet op camera's. Dus doe je dingen in Photoshop. Hou ze altijd een klein beetje gewoon binnen het natuurlijke.